De Hollandse Delta. Land bedreigd door water. Leefbaar en veilig dankzij de strijd tegen dat water. Met dijkversterkingsprojecten zetten we die strijd voort en maken we onze dijken robuuster en veiliger. Zoals op het eiland van Dordrecht, waar we verschillende dijken aanpakken over een lengte van bij elkaar zo'n 11 kilometer. Een van die dijken is de Buitendijk. Bijzonder aan de versterking van de Buitendijk is dat we de klei uit de nabijgelegen polder de Biesbos halen. We versterken hiermee niet alleen de dijk, maar ook de natuur. Want mede dankzij het graafwerk ontstaat een nieuw natuur- en recreatiegebied. De nieuwe Dordtse Biesbos. Om de overlast voor de omgeving te beperken, houden we het transport van de klei over land zo kort mogelijk. We vervoeren de klei dan ook vooral over water. Eerst brengen we het via een aparte werkweg vanuit de polder naar een laadponton dat speciaal voor deze klus is aangelegd. Daarna, aan de oever van de Nieuwe Merwede, laden we de klei over in grote stalen duwbakken. Met duwboten brengen we de volgeladen bakken vervolgens één voor één over de rivier naar een tussenponton. Bij dit tussenponton nemen we met kleinere boten de duwbakken over. Het laatste stukje van de vaarroute is namelijk minder diep. We kunnen daar alleen varen met duwboten die minder diepgang hebben. De eindbestemming is een tijdelijk losponton aan de voet van de Buitendijk zelf. Daar laden we de klei over in dumpers die het op de juiste plek brengen. Waar al die klei voor nodig is, niet om de Buitendijk op te hogen, maar voor het bouwen van een steunberm tegen de dijk. Juist zo'n steunberm maakt de dijk stabieler en dus veiliger. Zo houden we het water buiten de deur en het land leefbaar en veilig voor de komende 50 jaar.